7 dacht de toen 10-jarige Jip Maathuis 2, misschien 300 chocoladeletters te verkopen voor het goede doel. Alle zeilen moesten ook worden bijgezet toen hij maar liefst 10.000 bestellingen kreeg. En het was het begin van iets moois. Nu, 4 jaar later, heeft de jonge ondernemer een eigen stichting, een website en zelfs 2 stagiairs in dienst. Mijn stichting heeft goed doen, goed gedaan. Het is ieder jaar weer topdrukte voor Jip in deze periode. Al 4 jaar lang haalt de jonge weldoener rond Sinterklaas duizenden euro's op met de verkoop van chocoladeletters voor War Child. Ik wou kinderen helpen die het minder hebben dan wij. Die niet kunnen sporten vooral. Dat vind ik zelf heel erg leuk. Tuinman van ons die komt uit Afghanistan en die heeft mij verteld over de verhalen die hij daar heeft meegemaakt. En daarom kwam ik op het idee om iets voor het goede doel te gaan doen. Al sinds 2007 is Jip nu bezig voor War Child. Wat begon als een kleine inzamelingsactie van een kleine jongen, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een stichting met een gelikte website, eigen ambassadeurs en zelfs 2 man, vrouw, personeel in dienst. Heb je een 14-jarige boven, hoe is dat? Je bent het gewoon helemaal niet gewend. Je hebt in één keer een jongetje eigenlijk die veel jonger is dan jou, die jouw leiding eigenlijk moet geven tussen haakjes. Dus ja, dat is wel heel vreemd. Maar gaat wel goed? Gaat heel goed, ja. Hij is wel 14, maar hij is ook wel heel slim en hij weet wel waar hij het over heeft. Een aantal scholen doet ook mee met Jip en helpt zijn letters te verkopen. Hier op het Carmel College in Emmen legt hij vandaag nog even uit wat hij precies doet. Al let er niet iedereen even goed op. Ja, die blijft grappig natuurlijk. Enfin, War Child zelf is natuurlijk dolgelukkig met de inzet van Jip. Jip doet dit nu al voor het zoveelste jaar. En daar heeft hij al enorm veel mee bereikt. Ik denk dat we inmiddels al kunnen zeggen dat hij meer dan 6.000 kinderen heeft geholpen. Dus dat is gewoon een gigantisch mooi aantal. Omdat het Carmel College Jip vorig jaar ook al enorm hield, deelde hij er vandaag gratis pannenkoeken uit voor de hele school. Voor dit jaar hoopt hij een recordbedrag op te gaan halen. Wanneer ben jij tevreden? We hopen dit jaar 50.000 euro te halen. Hopen dat het gaat lukken. U ziet het, Jip is er maar druk mee. Maar de chocoladeletterbusiness, die heeft ook zo zijn voordelen.